eerst even waar het over gaat vandaag. Het gaat vandaag over alles wat eigenlijk met het leven te maken heeft. We hebben het over sport als de belangrijkste bijzaak van het leven. We hebben het over religie, over politiek, over wetenschap. En dat allemaal in een uurtijd gaan we doen. We beginnen dadelijk met Luc Janssens. Dat is de man die 2 weken geleden tot pastoor is gewijd. Zeg ik goed zo? Pastoor. Oké, leg straks uit wat het verschil is. Daarna krijgen we Irene Koenen en Nienke Rovers aan tafel. Die spelen bij Flamingo's. En zoals iedereen ongetwijfeld weet, dat gaat erg goed daar. In de Eredivisie. Daarna komt aan tafel Freddy Cloté, de columnist van deze maand. We gaan door met de VVD. Misschien dat ze nog kunnen reageren op de column straks. Denk het wel. Als het goed is, komt tegen die tijd Ton de Weert binnenwandelen. Die had tot 5:30 een afspraak. Is daardoor iets later. We gaan het hebben over Science Battle. Een programma hier in de Weijer. En over de Brain Drain. En alles wat met de Universiteit Land van Kuik te maken heeft. En we sluiten af, knallend kan ik zeggen. Met een band met 4 jonge jongens die muziek maken. De Super Soakers heten ze uit Oplo. Luc, welkom. Ik mag Luc zeggen of niet? Graag, ja, hè? Graag. Oké, prima. Een priesterwijding, 2 weken geleden, hier in Boksmeer. Dat is bijzonder. Ja. En iemand die op 58-jarige tot priester wordt gewijd, is ook bijzonder. Ja, ja. Dat denk ik wel. Vertel, waarom? 58 jaar. Tegenwoordig is het ook allemaal wat minder vanzelfsprekend als dat vroeger was. Dus het komt niet meer zo vaak voor dat jongens direct naar de middelbare school naar een seminarie gaan. Mm-hmm. En dan gewijd worden en dan de rest van hun leven als priester werkzaam zijn. Vaak hebben ze toch al van tevoren een beroep gehad en is er op latere leeftijd een soort besef van ja, is het dit wel? Ja. Moet ik niet iets anders met mijn leven gaan doen? En dat wordt dan zo ingevuld. Ja, want heel veel kennen het, weten niet eens wat een seminarie is, denk ik, hè, tegenwoordig. Nee, en eigenlijk, nee, dat denk ik inderdaad niet. Dat bij de gemiddelde jongeren niet echt hoog scoort. Nee, denk ik niet. Hè. Als je vraagt op de middelbare school, waar ga je naartoe na je opleiding? Dan ze, nee, ik denk niet dat dat gezegd gaat worden. Nee. Vroeger was het zo dat je, dan kan ik er even een beetje naast zitten, maar als je de oudste of jongste zoon van de familie was, ging je eigenlijk automatisch naar het seminarie als je katholiek was, toch? Ja, zeker in die traditionele gezinnen. Ik kom zelf uit Limburg en bijvoorbeeld van mijn opa waren 2 broers. Hij had maar 2 broers, die waren alle 2 priester. Dus dat was een soort van zelfsprekendheid. Ja. Dat de ene priester werd en die andere, ja, die vond dat dan ook wel mooi en die ging dat ook doen. Ja, ja, dat zul je tegenwoordig dus niet meer tegenkomen. Ja. Maar u was 58, dan heeft er toch iets tussen gezeten. Ja, ik ben opgegroeid in die tijd van die heftige polarisatie. Ik ben opgegroeid in Limburg en toen was er een benoeming van bisschop Gijzen. Ja? Nou, dat leidde tot heel veel onrust. Op de middelbare school waren echt nog priesterleraren die dat verschrikkelijk vonden. En mijn ouders zagen daar ook niet veel in. Dus met andere woorden, dat stimuleerde niet om die richting op te gaan. Nee, maar wilde u het zelf toen al wel? Ik had toen toch wel iets van, zou dat niet iets voor mij zijn? En ik ben ook wel een paar keer uitgenodigd in groepen waar het een beetje van voor de hand lag van dat ze die kant op zouden gaan. Maar op een gegeven moment, dat is er toen niet van gekomen. Ja, u bent dus iets anders gaan doen. We weten een beetje al, hè, studentenleven ingedoken. Ik notaris, was niet echt een hele uitbundige student. Ik ben wel lid van een studentenvereniging geweest. Ja. Lid van een jaarclub geweest. En wij waren een redelijk serieuze jaarclub. Oké, dus het is niet zoals de meeste studentenverenigingen die wij kennen, dat ze met volle teugen genieten van het studentenleven. Nee. Wij scoorden dus als jaarclub dan ook op dat gebied niet erg hoog. Nee. Maar een biertje werd er toch wel gedronken, of niet? Uiteraard. Oh, gelukkig. En we komen nog steeds bij elkaar. Dus op de priesterwijding was bijna iedereen van de jaarclub aanwezig. Ja, daar zitten nog wel wat bekende mensen bij, hè, vertelde u. Nou ja, Guido Dierik, die dus nu die voor die onderhandelingen heeft gezorgd met dat bedrijf van NXP, die zit in mijn jaarclub. Ja.
Dus het is wel belangrijk, je haalt een boel en een hoop geld in. En er inderdaad wel mensen die zich wel bewezen hebben. Ja. Ja, goed. Maar dan nog, heeft het geduurd tot u 58 was. Nou ja, er zijn mensen die gaan op die leeftijd met pensioen, doen helemaal niks meer. Ja, maar op mijn 58ste ben ik gewijd. En de wijding is eigenlijk een soort sluitstuk. Dus met andere woorden, ik ben toch al 8 jaar karmeliet. Mm-hmm. En in die aanlooptijd, daar zitten ook wat jaren in. Dus met andere woorden, al voor mijn 50ste ben ik serieus plannen gaan maken om deze kant op te schieten. Ja, even voor de mensen die het niet weten, de karmelieten, dat is gewoon een stroming binnen de katholieke kerk, als ik het zo mag zeggen. Ja, je mag het een orde noemen, een kloosterorde. Ja, dus net zoiets als Jezuïeten en Dominicanen en Franciscanen. Ja, precies. Oké. Okay. En die zaten hier in Boxmeer, dus logisch dat u hier erbij kwam? Nou ja, het is natuurlijk wel, waarom kies je voor de karmelieten? En een van mijn redenen was van, bij de karmelieten, die orde is opengesteld voor mannen en vrouwen. Dus met andere woorden, je leeft met mannen en vrouwen in een communiteit samen. Ja. En ik vond dat wel passen bij deze tijd. En dat is inderdaad een van de redenen geweest dat ik bij de karmelieten heb aangesloten. Ja. En ik kende de karmelieten ook al, omdat in Echt, waar ik vandaan kwam, een karmelitessenklooster was. En daar ben ik misdienaar geweest. Ja. U bent bijna notaris geweest, hè, begrijp ik? Ja, kandidaat notaris. Kandidaat notaris, ja. Schrok er wel wat voor terug op een gegeven moment om echt notaris te worden. Want ja, het commerciële aspect daarvan was toch niet echt op mijn lijf geschreven. Nee, ik vind het ook een beetje stoffig beroep, moet ik zeggen. Nou ja, ik hoop niet dat ik mensen nou boos maak. Je komt met van alles in aanraking. Ik bedoel... Ja. Nee, dat stoffig heb ik dat zeker niet ervaren. Nee, okay. Je kunt de notaris een beetje zien als de huisarts onder de juristen. Dus met andere woorden, je probeert problemen op te lossen en te voorkomen. Ja, in tegenstelling tot advocaten. Ja, dat is nu ook heel gevaarlijk. Die maken wat ik alleen ga maar zeggen. Problemen. Ja. Oké. Dan was de priesterwijding was ook hier in Boxmeer, in de basiliek. Ook dat gebeurt niet altijd. Nee, en daarvoor heel veel dank aan bisschop de Korte. Ja. Want in eerste instantie werd er gezegd van ja, dan moet dat maar in Den Bosch gebeuren. Maar ja, op een gegeven moment zei hij van ja, het is beter dat ik naar Boxmeer kom dan dat er zoveel mensen uit Boxmeer naar Den Bosch moeten komen. Ja, want de kerk puilde uit, hè? Ja, dat was wel heel mooi. Ja, dat gebeurt niet zo vaak meer tegenwoordig. Nee, en zeker niet om een zaterdagochtend. Nee, dat bedoel ik. Dan gaan we allemaal iets anders doen. Ja, ja. Ja, dus dat, dat betekent heb ik wel gevoeld. Betekent dat toch nog gelovigen genoeg zijn in Boxmeer? Want ja, als de kerk normaal leeg staat, de ene kerk naar de andere wordt gesloten en overloon maken ze ruzie. En nou, er zijn wel wat meer verhalen te vertellen, maar ja. Het kan dus wel. Ja, dat klinkt misschien wat onbescheiden, maar ik probeer toch een soort verbinding te scheppen. Ik denk de kerk in deze tijd moet zich richten op maatschappelijke zaken waarmee ze verbinding kan maken met diaconie, ecumene en dat soort punten. Ja. En zich niet opwerpen op allerlei punten, zeker wat seksualiteit betreft. Mm-hmm. Scheelt het dan dat u iets meer levenservaring heeft dan de gemiddelde priester? Ja, ik denk het wel. Want op het seminarie waren ze ook niet altijd even tevreden over de manier waarop ik tegen dingen aankeek. Was het te modern? Ja. Van nature ben ik helemaal niet zo modern, maar ik denk wel dat je toch in eerste instantie de mens op de eerste plaats moet stellen. Ja, de eerste mis, is die al geweest? In Echt moest het gaan gebeuren? Ja, dat was bij de Karmelitessen in Echt. Hoe was het? Ja. Dat was dus een klooster waarbij de zusters nog helemaal afgescheiden leven. Dus er was alleen contact mogelijk via tralies, et cetera. Ja. En dat ben ik natuurlijk door mijn leven hier in Boxmeer in de Karmel wel wat ontwend. Ja. Maar op zich vond ik het prachtig om het te mogen doen. Ja. Ja. Ja, toch wel. Dus, en nou voortaan gewoon hier in Boxmeer? Ik hoop dat ik in Boxmeer kan blijven. Ik heb dat zelf niet in de hand. Want als je lid bent van een kloosterorde, dan is het niet helemaal aan jou om te beslissen waar je blijft. Maar ja, er zijn op dit moment besprekingen gaande. Dus ik heb goede hoop dat ik gewoon in Boxmeer kan blijven. Ja, precies. Het geloven, we hebben het net al een keer gezegd, iedereen valt massaal van het geloof af de laatste 10, 20 jaar, misschien nog wel langer. Er worden
dan ga ik het heel zwaar maken, ook wel hele vervelende dingen gedaan in de wereld op naam van het geloof. Hoe moeten we dat dan zien? Is het nog wel goed om een geloof te hebben? Kunnen we niet gewoon allemaal geen geloof hebben en hetzelfde zijn? Het is de vraag wat je onder geloof verstaat. Dus voor mij heeft alles wat bijvoorbeeld is doet of zo weinig met geloven te maken. Nee, ja, zoals ze zeggen van wel. Hè. Wij hebben als kruisridders vroeger ook onder het noemen van het geloof allemaal verschrikkelijke dingen gedaan. Ja, dat is wel zo. Maar toen was de maatschappij ook anders en mensen, de hele maatschappij reageerde toen veel vreder, et cetera. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat je dat op konto van het geloof mag schuiven. En bovendien, laat ik eens zo kijken, wat heeft de katholieke kerk niet gedaan op het gebied van onderwijs, op het gebied van ziekenverzorging? Ja, dat is een ander verhaal dan ze bij IS doen. Precies. Ja, precies. Dus we hebben een vredige kerk in Boksmeer. Iedere zondag, hoeveel diensten gaan we krijgen die vol zitten? Ja, laat ik zo zeggen. Ik heb natuurlijk niet de illusie dat het door mijn werk helemaal anders gaat worden. Een van de grotere problemen waar de kerk voor gesteld is hoe krijg je contact met jeugd? Daar zullen we heel goed over na moeten denken. Maar het zal niet zo zijn dat er opeens iets is waardoor opeens die hele kerk vol met jeugd zit. Nee. Daarvoor is de afstand te groot geworden. Misschien moeten we een band, als hij straks gaat optreden, een keer in de kerk zetten. Dan, ik weet niet, het is maar een idee. Nou ja, ik sta wel open voor om op dat gebied wat dingen uit te proberen. Ja. Ze zijn er straks, het nodigste uit, zou ik zeggen. Ja. Dat, wie weet. Ja. U corrigeerde me net nog heel even. Ik zei pastoor, maar het is pastor. Wat is het verschil behalve één letter? Pastoor is een kerkjuridische term. Dus met andere woorden, we zitten hier in de parochie van Boksmeer. Ja. En de leiding van die parochie heeft een pastoor. En dat is op dit moment Ben Wolbers, een karmeliet. Ja. Dus een medebroeder van mij. Ja, precies. En ik ben eigenlijk wat men vroeger kaplaan zou noemen. Maar dat is een benaming waarvan je tegenwoordig zegt van ja, moet je dat wel gebruiken? Ja, en dan klinkt pastor toch iets vriendelijker. Ja, precies, prima. Nou, ik ga u heel veel succes wensen met uw loopbaan. Tot 67 gaat u dan met pensioen of werkt dan niet zo in de kerk? Nee, ik denk inderdaad, dat zie je dus bij ons ook aan de andere broeders. Iedereen gaat door zolang het kan. Tot ze er maar neervallen. Ja. Oké, heel veel succes ermee en dank u wel voor de komst. Graag gedaan. Met u. Heel iets anders. De stap is heel klein, hè? Van geloof naar volleybal. Want jullie hebben ook allemaal dingen die je iedere keer doet. Allerlei tradities en een beetje bijgeloof. Toch? Kip Tandoori en haarspeltjes of haarelastiekjes en zo. Ja, dat klopt. Het zijn een beetje kleine tradities waar je in de loop van een jaar een beetje in bent gaan geloven. Om die eigenlijk voor de wedstrijd altijd te doen. En, dan heb ik ook meer vertrouwen erin dat het goed gaat. Wanneer ik het een keer niet heb, dan heb ik ook zoiets van, oh, ik heb nou een ander stiekje in, dus misschien dat het nou minder goed gaat. Ja, precies. En hoe zit het met de kip tandoori hierheen? Ja, eigenlijk altijd met de thuiswedstrijd deed ik met Rachel als kip tandoori voor de wedstrijd. Ja, Rachel is teamgenoot van jullie, hè? Ja. Nou, even voor de mensen in de zaal. Ik zei net al tegen jullie, we gaan volleybal voor dummies doen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die absoluut niet weten waar we het over hebben. Dus eerst even voor de goede orde. Flamingo's. In Gennep, tegenwoordig ook een beetje in Sint-Antonis. Spelen in de, welk niveau? Eredivisie. In de Eredivisie. Ja. Dat is heel bijzonder, want het is geloof ik 500 jaar geleden dat het voor het laatst hier geweest is in Kuik. Volgens mij is het ook nooit geweest. Nee, Kuik heeft de Eredivisie volleybal gehad. Heel lang, dat was voor jullie tijd. Dat is een lange tijd geleden. Jullie zijn dit jaar echt ontzettend met een vliegende vaart van start gegaan. Hè? Vertel even voor de mensen die het niet weten. Ja, we hebben eigenlijk onze eerste competitiewedstrijd meteen gewonnen met 3-1. Dus best wel overtuigend. Gewoon 3 punten gescoord. Dat was tegen Eurospet, hè? De ploeg die een week ervoor de Supercup won. Ja, dus dat was eigenlijk best wel onverwacht. Of in ieder geval, voor mij was het wel onverwacht. Ja. We hadden wel verwacht van de cel dat we wel goede weerstand konden bieden. Maar dat wij met 3-1 van ze gingen winnen, dat was niet een verrassing. Ja, en de week erop tegen Sneek, tegen de oud-landskampioen. Of de landskampioen van afgelopen jaar.
En daar winnen we 3-0 van. Dus, makkelijk zelfs, ja. En er moet er wel bijgezegd worden dat het hele team anders is. Dat eigenlijk de beste speelsters weg zijn gegaan. Dus dat het eigenlijk niet te vergelijken is met het team wat er vorig jaar stond. Maar ja. Dan nog. Dan nog, ja. Ja. En dan de week daarna. Dan de woensdag erop moeten tegen Zwolle. En daar winnen we ook van met 3-1. Ja, dat was wel een slechte wedstrijd, hè? Ik heb hem gezien. Oeh. Ja, dat is maar wel 3-1 gewonnen. Ja. Van de zijn ook slechte wedstrijden moet je kunnen winnen. Dus, Ja, daarom. Dus daarmee stonden jullie aan kop. Ja, ik bedoel, dat verwacht niemand op het moment dat je vorig jaar promoveert naar de Eredivisie. Nee, dat klopt. Dus nou denkt iedereen, ja, dat wordt wat dit jaar. Dat wordt wat. Ja, wat gaat het worden? Ja, wat gaat het worden? We hebben gewoon als doel gesteld om in ieder geval de play-offs te halen. Dus dat je mee kan doen om de landstitel. En ik denk dat we daar ons nu op moeten focussen en dan zien we wel verder als we dat kunnen. Ja, dat is nog een beetje bescheiden. De play-offs zijn de beste 6 uit de competitie van 10 ploegen. Die gaan om kampioenschap strijden. Dan moet je toch minstens de halve finale kunnen halen, toch? Ja. Nou, als jij dat denkt, helemaal. Ja, kom, dat mag je best toegeven dat er best wel in zit. Ja, als alles klopt, dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Ja. Nienke, voor jou moet het ook heel bijzonder zijn. Zeker omdat dit jaar de samenwerking is aangegaan met Activia uit Sint Antonis. Dat is voor het eerst, hè? Dus om een beetje bredere basis voor het volleybal in de regio te krijgen. Goed, jij komt uit Ledenakker, gemeente Sint Antonis. Hoe is het dan om vorige week woensdag die eerste wedstrijd in Sint Antonis, die Eredivisie, die competitiewedstrijd te spelen? Ja, ik heb inderdaad altijd ook bij Activia gespeeld. En daardoor is het wel wat spannender om weer eigenlijk naar je eigen naar je club van vroeger eigenlijk te gaan. Ja. Van de andere kant is het ook wel weer heel mooi. Omdat je ook de mensen die daar zijn, die ken je ook. De hal ken je, alles ken je eigenlijk. Maar voor mij zat er wel heel wat spanning bij. Omdat je ook natuurlijk, je bent er eigenlijk weggegaan. Je gaat naar een nieuwe club. Dan wil je jezelf ook wel weer in je eigen thuis eigenlijk wel weer een beetje laten zien. En dat brengt dan wel soms wat spanning met zich mee, ja. Ja. Maar ik denk dat de wedstrijd in Sint-Tunis voor ons als team ook wel gewoon echt als thuis heeft gevoeld, denk ik. Want het was echt, het was gewoon allemaal goed geregeld. En ook gewoon het publiek uit Gennep kwam mee, het publiek uit Sint-Tunis komt erbij. En dan merk ik zelf ook wel dat wanneer ik nou in Sint-Tunis loop, dat veel meer mensen het over het Flamingo's hebben. Ja. In plaats van bijvoorbeeld vorig jaar, toen deed het eigenlijk ook goed. Ja. Dat is wel mooi met de samenwerking, dat je ziet dat het in de regio wel echt gaat leven. Ja, ja. Je kunt ook wel met verzoen over straat en dan de supermarkt. Ja, dat wel hoor. Toch wel. Ja, ja. Ik wel. Irene, hoe is het voor jou om Eredivisie te spelen met Flamingo's? Want jij bent een kind van de vereniging, hè? Je bent daar als klein meisje begonnen. Ja, ik ben op mijn 6e begonnen bij Flamingo's en nooit weg geweest. En ja, eigenlijk altijd gezegd van, ik wil best wel Eredivisie spelen, maar dan wel met Flamingo's. Ja. En het is nu gelukt. En dat is wel echt wel een droom die uitkomt, ja. Dus, Want hebben ze bij jou de afgelopen jaren vaker aan de bel getrokken van of je niet naar andere clubs wilde komen? Nee, dat niet. Maar ook al is dat zo. Hebben ze niet goed opgelet. Niet gedaan. Nee. Had je dat echt niet gedaan, nee? Nee. Dus stel, dit jaar gaat het goed, hè? Je weet dan hoe dat gaat. Er gaan allerlei clubs straks in maart, april gaan bellen. Misschien clubs die wel betalen. Dan nog, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dan voor mij persoonlijk moet je dan altijd even bekijken. Het is nu met Flamingo's. Ik heb natuurlijk ook studie nog gewoon in Nijmegen. En dat is wel het fijne met Flamingo's. Irene woont ook in Nijmegen. Wij gaan samen iedere keer naar Gennep toe. En nou is het daar echt nog wel gewoon prima te combineren. Dus dat is voor mij ook wel belangrijk dat het school en het volleybal goed te combineren is natuurlijk. Ja, voor de duidelijkheid ook. Hè, jullie trainen 3-4 keer in de week, denk ik. 4 keer in de week. En dan weekendwedstrijd. 2,5-3 uur per training. Ja, 3,5 soms zelfs. 3,5 soms. Ja. Dus als je het optelt, praat je toch al over 13-14 uur trainen in de week. Ja. Nou, dan zegt iedereen die het voetbal kent van, nou, dat zal wel lekker betalen. Ja, maar, dat is dus niet zo. Nee. Het kost nee, mensen, meer dan. Maar zeggen mensen vragen altijd, oh, ik krijg het ook betaald. Ja, nee. Niet betaald. Nee. Niks. Je betaalt nog wel contributie of hoeft dat ook niet meer? Nee, dat sinds dat nog jaar net, niet meer. Dat nog net niet. Maar dat is ook het eerste dat het niet hoeft. Maar, ja. Nee, we worden qua kleding en zo voorzien, maar voor de rest, we krijgen wel reisvergoeding, maar daar houdt het wel mee op. Maar goed, je moet er wel heel veel voor over hebben om dit vol te kunnen houden. Ja. Ja. Maar je krijgt er natuurlijk ook wel voor terug als je dan, zeker toen we die eerste, onze debuut eigenlijk wonnen met 3-1, dan weet je op zo'n moment wel weer waarvoor je eigenlijk
de hele week in de sporthal staat, ja. Denk ik. Ja, ja, precies. Dat is ook zo. Maar goed, aan de andere kant, je kunt geen baantje erbij hebben in de avontuur of zo. Of op zaterdagmorgen ga je ook niet in de supermarkt staan, want dan sta je met knikkende knieën in het veld. Nee, klopt. Dus ja, je moet er wel eens voor over hebben. En denk sponsor de ouders, of niet? Ja. Ja. Ja, want ik zeg, je moet eigenlijk wel. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus, maar goed, dat maakt het best lastig om die keuze te maken, denk ik. Ja, voor mij was het niet zo lastig. Ik bedoel, ik al zei, het is gewoon een droom die uitkomt. En niet iedereen kan zeggen dat hij in de Eredivisie heeft gespeeld. En ja, dat weegt echt wel net zo zwaar als alles wat je ervoor moet laten. Ja. Dus, ja. Het bijzondere ook, vind ik, van Flamingo's is wel, het zijn allemaal speelsters gewoon hier uit de buurt, hè? Ja. Echt allemaal. Ja. Het is echt een regionaal team. Ja. Ja, met uitzondering van Esther. Alleen ja, Esther is Eindhoven, Marlin. Die, en Brechtje dan, die komt Brechtje. Uit Varsseveld. Ja, oké, dat is wel eentje rijden. Ja. 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 Maar voor de rest komt het allemaal uit de regio. Ja, precies. En merk je dat ook met elkaar, dat je elkaar beter kent, misschien een vriendinnen-team bent? Ja, we kunnen supergoed met elkaar overweg. Dat hadden we vorig jaar ook al. En nu zijn er dan weer nieuwe meiden bijgekomen. Maar dat klikt allemaal hartstikke goed. En ja, voor de rest, dat je met z'n allen uit de regen komt. Dat zie je ook al aan het publiek. Er komen gewoon keiveel mensen op af. Omdat iedereen kent wel één speelster persoonlijk. En ja, dan is het toch leuk om naar zijn wedstrijd te komen kijken. Ja. Dan altijd een bij elkaar geraapt zootje van speelsters uit heel Nederland. Ja, precies. Ja. Hey, vorig jaar hadden jullie natuurlijk al een beetje laten zien waar je toen in staat was. Hè? Je haalt de Final Four, de laatste vier van het bekertoernooi. Ja. Dat wordt dit jaar moeilijk, denk ik. Ja. Ja, we zijn tegen Sliedrecht geloot. Ja. We staan nu volgens mij ook nog eerste. En die hebben ieder jaar natuurlijk al goed gepresteerd. Ja, en Sliedrecht is echt de enige ploeg in Nederland die nog de speelsters wel een beetje betaalt. Ja, hè? Precies. Ja. En die hebben ook nog wel echt misschien het beetje hetzelfde team als vorig jaar, waarmee ze het ook gewoon heel goed hebben gedaan eigenlijk. Ja. Dus dat wordt nog heel lastig om Sliedrecht te verslaan eigenlijk. Ja. Maar daar gaan we natuurlijk wel super hard voor trainen en ons best doen om dat weer te laten slagen eigenlijk. Ja, ja, precies. Komende zondag, wie is de tegenstander? Taurus uit Houten. Uit Houten. En dat wordt? Hoe lang gaat de wedstrijd duren? Hallo. Nou. Nou, dat mag jij zeggen. Dat mag ik zeggen. Nou ja, we hopen wel gewoon 3 punten te pakken. Ja. En of dat gaat lukken, dat gaan we zondag zien. Ja, precies. Mag ik voorspellen? 3-0 binnen een uur? Nou ja. Dan mag jij waarschijnlijk. Dat lijkt me een mooie uitdaging. Ja. Ja, nou goed. Hey, leuk dat jullie hier waren. Heel veel succes komend seizoen. We houden jullie nauwlettend in de gaten. En als het kampioenschap is, dan kom dan maar hier vieren of zo. Dan maak je er iets moois van. Ja. Hey, veel succes, dankjewel. Dankjewel. Ja, bedankt. Voor degenen die Freddy niet kennen, Freddy, columnist. Ja? Voormalig door de krant uitgeroepen regiodichter. Stadsdichter. Stadsdichter, ja. Neem me niet kwalijk. Correspondent voor Weekblad de Arena. Ja. Volger van de politiek in Graven. Ook. Oudschooldirecteur van de Harte Aas in Graven. Ja. En bovenal Zeeuw. Toch? Nou, Zeeuws-Vlaming. Oh, dat is met de nadruk op Vlaming. Dat is niet hetzelfde. Nee. Groot verschil. Dus als er nog meer mensen hier in de zaal zitten die iets met Zeeland hebben, die denk ik weten precies wat ik bedoel. Ja, oké. Okay. Ja. Nou goed, de columnist van deze maand, Freddy, je hebt iets moois voorbereid, heb ik begrepen. Nou, ik had een paar namen in de krant gelezen, dus ik dacht, ik ga maar eens kijken wat ik daarmee kan doen. Oké, dus, nou. Vandaar ook de titel. Ga je gang. De hemel op aarde. Het was iedereen meteen opgevallen. Na decennia sombere was bij onze schepper eindelijk weer eens de zon doorgebroken. Hij maakte weer grappen met Petrus en zwaaide uitbundig naar een laag overvliegende zwerm engelen. Het zal niemand verbazen dat onze schepper bijzonder gecharmeerd was van dit lapje grond aangeschurkt tegen de Maas. Noordoost-Brabant. Hardwerkende mensen, katholiek tot op het bot. Ach, kon de schepper nog wel eens hardop mijmeren. Ik zie ze nog uit dat kleine boerderijtje komen. Vader, moeder en de 18 kinderen. En dan al zingend naar de kerk. Ik kreeg er soms tranen van in de ogen.
Maar die tijd was voorbij. Steeds meer mensen op dat kleine plekje kregen het beter. En drukker. Te weinig tijd ook. De kerk stond onderaan het lijstje. Naast de begrafenissen. Dan wilde men nog wel gaan. De Heer zei dan altijd tegen Petrus, zie je dat, als ze maar bang zijn. Kerken werden afgebroken of bedolven onder het onkruid. Soms kreeg er een tweede leven als appartementengebouw of als meubelwinkel. De schepper werd er behoorlijk chagrijnig van. En toen brak die glimlach volop door bij de Heer. Hij riep Petrus erbij om samen van die heerlijk nostalgische gebeurtenis te genieten. Van heinde en verre dromden de mensen weer eens naar de Sint-Petruskerk. Reden? Voor het eerst in de geschiedenis kwam de bisschop van Den Bosch in hoogste eigen persoon iemand tot priester wijden. De kerk puilde weer ouderwets uit. Petrus stribbelde aanvankelijk nog wat tegen. Maar die man is altijd kandidaat notaris geweest. En nu wordt hij zomaar priester en ook nog meteen pastor. God glimlachte. Wat was jij vroeger, Petrus? Aangesprokene kreeg een knalrood hoofd. ZZP'er in de sector visserij. En daarna poortwachter. En nu ben ik groeter, omdat u met de tijd wilde meegaan. Op aarde had men ondertussen niet stilgezeten. Binnen de VVD-fractie in Kuik was een echte coup gepleegd. De fractievoorzitter werd, als was ze een Zuid-Amerikaanse dictator, afgezet. Zonder bloedvergieten, maar wel na een rumoerig verlopen intern crisisberaad. Een politieke benaming voor een ordinaire machtsstrijd die al een half jaar bezig was. Een verschil van mening over de werkwijze, noemde iemand van het regionaal partijbestuur het. Ja, moula, dan knikken je niet zomaar de fractieleider eruit en benoem je meteen een andere. Dan zegt de ex-leider niet dat ze hier niet meer bij wil horen. Of, ook een mooie, dat de Kuikse VVD nu een lege huls is. VVD-wethouder Jillessen was ook bij de ruziebijeenkomst geweest, maar koos eerst nog geen partij. Nou, daar heb je dus ook niks aan. VVD-commissie en bestuurslid Matthijssen steunt de ex-leider wel en heeft zich uit alle functies teruggetrokken. Zo ga je niet met mensen om, was zijn verklaring. Pardon? De politiek die zich zorgen maakt over hoe je met mensen omgaat, veel gekker moet het niet worden. Dankjewel, Freddy. Okay. Nog even voor de goede orde. 15 november in de Schouwburg in Kuik ben jij ook. Ja. Dan hebben we de avond van de columnist. Ja. Kan iedereen ertoe zijn? Meer columnisten uit de regio, onder andere ook... Thomas Verbocht, wel bekend van de column in de krant. Ja. Start om 8:15 inloop, tientje entree, inclusief consumptie. Dus allemaal komen. Dus. Allemaal komen, 15 november. Ja. Dankjewel, Freddy. Ik had even het idee gehad om tijdens jullie opkomst de tune van Goede Tijden, Slechte Tijden te laten horen. Allee, ik snap waarom. Ja. Ik heb dat toch maar niet gedaan. Ik heb hem waarschijnlijk toch niet herkend, maar goed. Okay. Maar je snapt hem wel. Ja, ik snap hem. Goed zo. Want we hebben het volgens mij, zoals het in ieder geval voor de buitenwacht overkomt, over een regelrechte soap. Dat gaan jullie niet vinden. Maar het speelt heel nadrukkelijk. Ik kan ook even uitleggen, ik heb net al tegen jullie verteld. Ruim een uur voor deze uitzending werd ik nog gebeld door de voorzitter van de VVD-afdeling Maasland. Dat is eigenlijk jullie grote baas. Tot voor kort, om toch eventjes te vertellen hoe de vork nou in de steel had gestoken. Dus, maar ja goed, het geeft wel aan dat er wat aan de hand is. Wat is er aan de hand? Lisbeth, jij was? Ja, ik was fractievoorzitter van de VVD. Ja. Maarten, jij was? Wethouder voor de VVD. Ja, nou niet meer hè? Nee. Nee, wat is er gebeurd, Lisbeth? Jouw verhaal.
Ja, al lang. Dus het gaat niet over de afgelopen maanden, maar eigenlijk misschien wel over jaren, maar zeker over het laatste half jaar, was er onderling wantrouwen. Waren heel onderling, dat zijn de, heb ik het over de mensen in de gemeenteraad. Raadsleden, hè? Ja. En daar hoorde ik dan ook bij. Er is heel veel gebeurd. En ik denk niet dat je van mij verwacht dat ik dat allemaal ga opnoemen, want dan ga ik met modder smijten en dat wil ik echt niet doen. En dan halen we 6 uur ook niet, denk ik. Nee, er zijn heel veel dingen gebeurd. En deze twee mensen die coup gepleegd hebben, want ik haal de woorden toch maar even van die waren een half jaar geleden van plan om mij eruit te zetten, want ze hadden in de gaten dat er voor hun geen toekomst meer was, mag ik misschien wel zo zeggen. De leden hebben toen meteen zijn handtekening gaan verzamelen van dit willen we niet. We willen niet hebben dat de weggaat. Oké, dat was gebeurd. Daarna dachten ze van, hey, wat moeten we nu doen? Hè? Want die handtekeninglijst is er. En toen kwam het regeltje. Het regeltje waarin stond in de statuten of wat dan ook bij, bij de VVD van de raadsleden zelf mogen uitmaken wie de fractievoorzitter is. Ja, en dus met die regel in de hand van, hey jongens, we zijn eruit. We kunnen Van Heeswijk afzetten. Ja, want er is een stemming geweest, hè, met z'n drieën. De uitslag was? Nou, er is 2-1. Ja, dat was heel spannend. We hadden van tevoren een mediation traject en er haalde niks uit. Nee. Het is wel belangrijk. Nou, een mediation traject van eerst 4 maanden door een mediator. Naast Onno Hoes, de oud-burgemeester van Maastricht, nog aan te pas gekomen. Het is al die mensen niet gelukt om jullie op één lijn te komen. Ja, en de leden, toen ze op het laatst wisten wat er allemaal los was, hebben ze brieven gestuurd naar het bestuur. We hebben 3 bestuurslagen, de Maasland en we hebben Zuid van Onno Hoes, zeg maar, en het hoofdbestuur. En het landelijk. Dus deze mensen die hebben brieven gestuurd naar het bestuur van doe het alsjeblieft niet. Er zijn gesprekken gevoerd, doe het alsjeblieft niet. Er kwam geen antwoord op. Dus ja, de leden werden, zoals ik het ook in een persbericht doorgeef, werden gewoon geminacht. Van ja, jullie tellen niet mee, jullie zijn helemaal niet belangrijk. Nee. En ja, dat kan niet. Nee. Dus voor mij, dat zijn wel de werkbijen van de club. Er zijn mensen die de ziel van de club, het hart van de club vormen. Die werden, die telden niet mee. Nee. Maar waar ging het wantrouwen nou over? Want dat is mij nog niet helder. Dat jullie niet met elkaar klikte, dat snapt iedereen. Zal ik één voorbeeld noemen? Hoef ik het dan niet meer te noemen? Ja? Ja. Als wij naar een vergadering gaan, naar een raadsvergadering, dan moeten we wel weten, dan hebben we afspraken gemaakt. Maar dan kan het niet zo zijn dat er in één keer een motie komt die je niet met elkaar afgesproken hebt. Dat er iets komt waar je niet wist dat het bestond. Dat, iets heel nieuws wat heel veel gevolgen heeft voor heel veel mensen. Ja, waar jij als fractievoorzitter niks van af wist. Toen was ik, dat was daarvoor nog. Maar het andersom heb ik het ook meegemaakt. Ja. En dan bedoel ik dus, je wil de motie die met elkaar al afgesproken hebt, die wil je indienen, en dan gebeurt het in één keer niet. Het heeft te maken met wantrouwen. Dat is heel ernstig en ik laat het echt bij deze voorbeelden. Ja. Oké. Ja. Goed, dan word je eruit geknikkerd. En dan zegt u iedereen van, nou, dan stop je ook als raadslid. Nee, ik wist dat ik kon wel stoppen als raadslid, maar ik weet dat ik heel veel steun van mensen heb gekregen. En ik wil die mensen niet beledigen door zomaar weg te lopen. Ik voel me gesteund, dus ik moest door, vond ik zelf. En ik wist dat ik de leden van de VVD ook niet blij zou maken door te zeggen van, nou, ik stop met mijn werk. Op dit moment zijn er 17 mensen die bij mij zijn en waar ik samen mee mag werken aan een nieuwe club. Ja, 17 van de hoeveel? Nou, 17, er waren heel veel leden in Kuik, 33, maar er zijn er verschillen die hebben het lidmaatschap al opgezegd. Dus wat er van over is, dat weet ik niet. Maar ik mag met 17 en ook met nieuwe mensen nu, mag ik werken. Dus ik ben eigenlijk, daar ben ik echt heel blij mee dat ik de club heb. Maar jij komt uit de VVD, ben je dan nou als lijst van Heeswijk een soort VVD 2.0 geworden? Wij zijn een liberale club, een sociaal-liberale club. De mensen die bij ons in de club zijn, daar ben ik ook echt trots op. Dat zijn mensen die geworteld zijn in de samenleving en werken als vrijwilliger bij een stichting Leergeld, ik noem maar wat, bij een voedselbank. Dat zijn mensen die, zoals hier heel veel, de volleybalclub en zo, mensen die gewoon werken in de samenleving. Daar ben ik echt blij om dat ik daarmee samen mag werken en daar wil ook politiek mee samen mag werken. Ja. En daarom
Ik weet niet meer. Ik weet het eventjes niet waar die vraag. Ik ga gewoon even naar Maarten. Ja. Maarten, wethouder van de VVD, tot voor kort. Goed, dan zie jij in jouw partij dit gebeuren. Ja. Dan kom je in een heel lastig pakket, Maarten. Ja, dat klopt. Ik heb natuurlijk dat mee mogen maken. Of mogen, dat is misschien een verkeerd woord daarin, maar meegemaakt. Mee moeten maken ook. Ja. En ik heb zelf echt geprobeerd ook die mensen toch tot een punt te brengen. Zeg van, je maakt het nou gewoon samen af. Zo ben je begonnen. En waarom zou je het samen niet afmaken? Ik bedoel, die verschillen kunnen toch niet zo groot zijn. Die zijn wel zo groot gebleken. En op het moment dat dan 2-1 wordt, dan kun je, ja, dat is toch wel heel vreemd. Ik bedoel, als in de vergadering gezegd wordt, jij en ik kiezen mij als voorzitter en dan nummer 3 moet dan wijken. Mm-hmm. Ja, dat is dan heel vervelend. Dan is dat nog even een stukje inpassen. Dat is een beetje afhankelijk van wat Lisbeth gaat doen. Zegt ze, nou, ik sluit me toch aan bij die 2 mensen en dan gaan we dan met de nieuwe fractievoorzitter verder. En ik ben dan 1 van de 3 fractieleden voor de VVD. Ja, dat kiest Lisbeth dan niet. Mm-hmm. Dat kan, dus zeer goed recht. En dan heb ik eigenlijk 2 fracties te dienen. Ja, want eigenlijk is het zo, hè, in de gemeentepolitiek heb je het over dualisme. Dat betekent dat de wethouder formeel geen onderdeel uitmaakt van de fractie. Dus je had eigenlijk gewoon kunnen zeggen, nou ja, is goed, ik blijf gewoon VVD-wethouder. Want ik heb toch niks met die fractie te maken waar ze er zo'n chaos van gemaakt hebben. Ja, maar dan vind ik voor mezelf, dan kies je wel. Als je niet kiest, is in ieder geval ook kiezen. En dan volg ik mijn hart. Dat heb ik ook uitgesproken bij de algemene ledenvergadering. Tot dat moment heb ik gewacht, heb ik ook steeds gezegd. Wat toen Lisbeth zei van ja, ik start een eigen fractie. Toen kwam ik dus op een punt van ja, dan moet je kiezen. Want ik wil Lisbeth dienen, maar ik wil ook de VVD dienen op dat moment. En dan ga je gewoon je dingen op een rijtje zetten. En ik zeg ook steeds, en dat was eigenlijk emotioneel was het heel makkelijk. Mm-hmm. Want dan kies de kant van Lisbeth. En rationeel, en dan kunnen heel veel mensen wel beamen. Is dat ligt dan wel lastiger. Ik bedoel, je hebt te maken met ook met je eigen baan, maar ook met andere zaken. Maar dan is uiteindelijk, als je de knoop hakt, eigenlijk best simpel. Want dan kies je natuurlijk voor de mensen en niet voor de regels. Ja, maar dan is het zo, er is een coalitie in Kuik geweest, hè? Of die is er nog steeds, sorry. Met de VVD. En daarom zit er een VVD-wethouder. En nou zegt de VVD-wethouder, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik doe het niet meer voor de VVD. Kan je dan als wethouder aanblijven? Of moet je dan eigenlijk zeggen van, ja, dit werkt niet zo. Er moet maar een andere VVD-wethouder komen die wel achter die fractie staat. Ja, dat is dat ook de rationele wat daar heel moeilijk in is. Ja. Maar ik vind, je kunt niet kiezen voor een stoel. Ik kies echt voor mijn gevoel. En dat betekent dat je op dat moment eigenlijk zegt van, ja, dan maar even geen wethouder. Ja, dat maakt het dan niet makkelijker op. Maar dat is dan ook toch blijft het de enige juiste keuze die je kunt maken. En natuurlijk hebben wij veel overleg gehad binnen de coalitie ook en binnen het college. Waarbij de coalitie zegt van ja, wij steunen dit college, daar hoor jij bij. Maar zij wouden eigenlijk liever ook niet kiezen. Het is aan de VVD natuurlijk om dat verder uit te vechten en wouden niet kiezen. Maar gelukkig op diezelfde woensdagavond dat ik bij de algemene ledenvergadering dat uitgesproken heb, toen heeft ook de VVD gezegd, nou, wij trekken ons terug uit het college. We hebben eigenlijk geen wethouder meer. Mm-hmm. Dus we trekken ons terug en toen kwam daar ook voor de coalitie eigenlijk de ruimte om te zeggen van ja, we hoeven nu niet te kiezen. We kunnen aan Lisbeth vragen of zij aanschuift en dat geeft eigenlijk voor de rest heel soepel. Ja. Nou is het overigens een beetje gemeengoed in Kuik, geloof ik, hè, om het zo te doen. We hebben al eerder een wethouder gehad die overigens ook een rol in dit hele verhaal speelt. Willemieke Vervoort, zal de naam toch maar een keer noemen. Was wethouder van PLC in Kuik, werd daar uit de partij geknikkerd zo'n beetje en ging toen vrolijk als VVD-wethouder verder. Nee. Niet als VVD-wethouder. Wethouder gesteund door de VVD? Onafhankelijk wethouder. Absoluut. Maar ze werd wel lid van de VVD? Daarna werd ze, of misschien tijdens, werd ze lid van de VVD. En is ze bij ons aangeschoven. Ja. Maar dat was een iets andere situatie. Ik bedoel, daar was het verschil tussen fractie en wethouder. Over de uitvoering van beleid. Hier staan alle raadsleden nog achter het VVD-programma wat ingebracht in de coalitie. Dus dat kan ik gewoon blijven uitvoeren. Ik doe dat dan nou voor Lisbeth. Ja. Dat had ik in principe ook voor de VVD kunnen doen. Maar is de Kuikse politiek zo'n slangenkuil dan? Juist niet. Nee? Nee. Ik vind altijd dat wij een zeer constructieve raad hebben die ons wel eens verrast bij het voorstellen die wij inbrengen. Omdat er nog wel eens wat wisselende
meerderheden zijn. Maar de coalitie houdt zich op haar programma goed vast. Maar goed, daar komen regelmatig ook nieuwe onderwerpen. En daar wordt gewoon gekeken naar het onderwerp, zoals ook gehoord van, is het een goed onderwerp voor de Kuikse gemeenschap? En wordt dan op basis daarvan ook in of tegengestemd? Ja, het is ook zeker zo dat het college heel goed samenwerkt. Ja. En dat ging met de coalitie ook heel goed. En we gaven elkaar ook ruimte om anders te denken. En ze hoort ook. Mag ook niet anders zijn. En ik vind juist dat we in Kuik trots kunnen zijn op de manier waarop we politiek bedrijven. Alleen in mijn ex-partij, zeg maar, is het even helemaal fout gegaan. Ja, ik vind het lastig uitleggen naar de buitenwacht om hier trots op te zijn. Ja, maar nee, maar ik heb het over echt de als wij als raad bijeen zitten. Als geheel. Dan ben ik echt trots op hoe wij politiek bedrijven. Het is bij ons niet coalitie tegen de oppositie. Nee, wij luisteren naar elkaar en als iemand van de tegenpartij een beter argument heeft, dan gaan we eraan mee. Ja, wat verandert er nou voor jou? Er komen nog anderhalf jaar hè, dat de raad zit. Dat klinkt raar, maar heel weinig. Want ik heb een fijne club mensen waar ik mee verder mag werken. Ja. Dus wij hebben gisteren ook, wat ik je net zei, ik mocht een vergadering uitschrijven, onze eerste fractievergadering. Dat was voor gisteren en 17 mensen die ik dan uit kan nodigen. We hebben een heel ongedwongen fractievergadering gehad. Mensen die blij en opgelucht waren. Heel veel spanning weg was. Dus ja, ik ga opgeruimd verder. Ja. Ja. Ben je wel lid gebleven van de VVD? Absoluut niet. Nee? Al zouden ze me een wethouders-burgemeesterspost of Tweede Kamerlidspost aanbieden, ik word nooit meer lid van de VVD. Als mijn mensen geminacht worden, en ik ook, maar als mijn mensen geminacht worden, dan wil ik er niet mee geassocieerd worden. Nee. Maarten? Ik heb dat nog in beraad, maar dat is meer strategisch en tactisch als emotioneel. Ja. Dat zal ik wel vertellen. Emotioneel heb ik al afscheid van genomen. Ja, toch wel. Alleen er zijn misschien goede momenten om die te kiezen. Omdat nog maar goed bij deze mogen we er wel. Uiteindelijk ben ik ook zeer teleurgesteld in de bestuurderen van de VVD. Ja. Die voorbij gegaan zijn aan de democratische meerderheid. Ja. En ook het gevoel van mensen. En dat vind ik toch heel erg spijtig. En ik zie ook geen tekenen dat dat gaat veranderen. Dus dan zie ik ook geen reden om daar dan nog langer deel van te maken. Er is nog geen moment geweest dat een bestuurslid, want we hebben dus drie besturen, dat ze zeggen, sorry. Nee. Helemaal niks. Ze staan achter hun beleid. Je hebt bloemen van mij gehad, hè? Je hebt de bloemen van mij gehad, dat wel. Ja. Nee, maar verwacht je dat, als ze dat gaan doen? Ja, als ik zou zien dat ik een verkeerde beslissing genomen had, dat ik verkeerd gestuurd had, dan had ik al lang sorry gezegd, ja. En daar kom je verder mee dan maar vasthouden aan jouw eigen regeltjes waar ze zich achter verschuilen. Hmm. Ja? Over anderhalf jaar nieuwe verkiezingen, kom je dan terug als lijst van Heeswijk? Of misschien met een hele andere naam? Ja, of misschien wel als de VVD? Nee, we gaan op zoek naar een andere toepasselijke naam. Kijk, dat heb ik niet verteld, maar de steuntjes in de rug na zo'n coup, die winnen het van het mes in de rug. Ja. Er zijn zoveel steuners er geweest vanuit alle kanten. En dat zorgt ervoor dat je op de been blijft, dat je vooruit kunt en dat je vol energie in 2018 doorgaat. Ja. En wie wordt er straks in 2018 afgerekend? Lijst van Heeswijk of de VVD? Ja, ik vrees dat de VVD heel veel moeite zal hebben om hier weer iets van te gaan maken. Ja. Ja, maar dat hebben ze zelf in de hand gehad. Dat is onvoorstelbaar. Ik heb er ook een half jaar voor gewaarschuwd. Laat het niet gebeuren. Ja. Ik hoef geen gelijk te hebben, maar helaas is dat nooit wel het geval. Is de rust voor jullie beiden een beetje teruggekeerd nou? Want ik begreep dat jullie elkaar vaker zagen dan de wederzijdse partners. Dat is wel even geweest, ja. Dat klopt. Maar, ja, ja. Nou, ik ben wel heel blij met alle steunbetuigingen die ik ook persoonlijk gekregen heb. En ook via Lisbeth. Ook Lisbeth, ik bedoel, ik ben heel gelukkig niemand die mijn keuze raar vindt. Ja, okay. Allemaal goed. Ja, nou snap ik je opmerking. Want toen wij elkaar vorige week zagen, toen zei ik, ga naar huis met mijn man. Die moet me even voorstellen hoe ik heet en dat we echt trouwd zijn. Daarom. Is het boek nou gesloten? Ik bedoel, gaan we nou weer naar rustiger vaarwater met de Kuikse politiek? Of gaat dit nog eventjes doormodderen zo? Wat ons betreft niet.
Ik bedoel, binnen de VVD is de rust nog niet helemaal wedergekeerd. Maar wij zijn natuurlijk daar al heel lang mee bezig. Voor ons is het boek wel afgesloten. Ja. Maar voor de VVD-leden was dit betrekkelijk nieuw. En die zitten nog vol in hun emotie. En die zoeken ook nog hun weg. Ja, want even voor de goede orde. Volgens mij is binnen de VVD-steun die er nog is, de zittende raadsleden gevraagd te vertrekken, hè? Toch? Ja. Ja, gaan ze niet doen, denk ik. In de krant stond dat is er niet. Ja, nee, dan is het goed. Zo. Hè? Gelukkig is er een krant. Dan gaan we ervan uit dat jullie de waarheid spreken. Ja, ja, precies. Maar jouw vraag, het boek gesloten. Ja, wij zijn nu bezig met. We hebben al een nieuwe structuur neergezet. Hebben we gisteren helemaal. De commissies zijn weer bevolkt. We gaan kijken hoe dat we vooruit kunnen wat betreft PR, social media. We hebben alles alweer ingericht. We gaan een bestuur opmaken. Mm-hmm. Dus we zijn eigenlijk vol kracht vooruit aan het gaan. Dus hebben we last van wat er gebeurd is? Ja, dat ligt aan die mensen, hoe ze zich willen manifesteren in de raad. Maar ik heb er eigenlijk niet meer zo'n zin in. Nee, gewoon over tot de orde van de dag, yes. Als raadslid en als wethouder. Ja, ik wil het wel over de inhoud hebben, ja. Ik heb nog een klus af te maken. Dus. Ja. Ja, nog anderhalf jaar. Ja. Nou, succes ermee allebei. Dankjewel voor de komst en de sterkte. Ja. Graag gedaan. Dankjewel. We gaan het hebben over de Science Battle, heb ik begrepen. De Science Battle is een wedstrijd, of een soort wedstrijd, hier in de Weijer, waarin wetenschappers iets komen doen. Leg het zelf even uit als je wil. Ja, dat is een initiatief wat al door de Young Talent Groep eerder is gestart. Ja, de Young Talent Groep, eventjes voor degenen die het niet weten, is een groep jonge mensen, zeg het al, die actief zijn in de regio, met name, dat is heel belangrijk, in deze regio, om allerlei dingen te ontwikkelen, te ontplooien, initiatieven noemen we maar op. Een reuring te brengen. Een reuring brengen, ja. Juist. En het is zo dat het is een competitie voor vier studenten of afgestudeerden. En die hebben dus werken aan bepaalde dingen. En dat wordt dan door hen gepresenteerd in deze zaal. En dan is dat een soort competitie. En het publiek beoordeelt dan of dat welke wetenschapper het best zijn studie of zijn onderzoek naar voren kan brengen. Ja, maar dat zijn geen verhaaltjes over hoe de paddenstoelen groeien. Nee, dat zijn dingen over de oneindig grote groei van tijd en ruimte, bijvoorbeeld in het heelal. Maar ook over bijvoorbeeld de rechtspraak op het gebied van, als je nou crimineel bent, heb je dan minder rechten in Nederland dan als je een goed burger bent. Ja, is het logisch dat zo'n battle, zo'n wedstrijd hier in de Weijer wordt gehouden? Je verwacht dat in Eindhoven gebeurt of in Nijmegen of andere universiteitssteden. Nou, dat is een bruggetje naar hetgeen waar we het eigenlijk over gaan denken. Over, je snapt het al. Het gaat dus over onderwijs. We zitten hier in deze regio. We hebben het vaak over de leefbaarheid in onze regio. En leefbaarheid is natuurlijk kern. We kennen de krimp en de ontgroening en verzilvering. In deze regio de vier belangrijke elementen zijn het wonen en recreëren. Het geld verdienen, het werken in deze regio, waar we dus veel primaire sectorbedrijven hebben. Veel kleinere en veel grotere. Middengrote bedrijven zijn er eigenlijk iets te weinig. Dan het onderwijs, wat in deze regio moet plaatsvinden. En ook tijdens je carrière moet je je blijven ontwikkelen. En natuurlijk ook het besteden. Mensen moeten ook in deze regio willen besteden. Als we die vier dingen goed invullen, dan is de leefbaarheid voor het belangrijkste deel gewaarborgd. Nou, op dat onderwijs, het werd aangekondigd dat ik zou hier een universiteit willen. Ja, dat werd mij gezegd. Jij wilt een universiteit in het land van Kuik. Dat gaat nogal ver, denk ik, in één keer. We zullen dat stapje voor stapje moeten doen. Je moet ambities hebben, Tom. Absoluut. We zullen dat stapje voor stapje moeten doen. En ik denk dat zo'n science battle daar erg in past. Dat mensen zich kennis kunnen nemen van wat er eigenlijk allemaal speelt. En dat ook de bedrijven zich daar op richten. Om dus het onderwijs te ondersteunen. Want onderwijs zit natuurlijk een beetje in een moeilijke hoek. Ze kunnen het bedrijfsleven nauwelijks bijhouden. En ja, het is belangrijk dat de bedrijven dus hun bedrijven openstellen voor onderwijs, maar ook voor de ouders, dat de kinderen zien dat het binnen het bedrijf echt wel goed werken is. Ja, is het belangrijk om die jongeren die hoog opgeleid zijn, universiteit doen, hier in het land van Kuik te houden? Want dat is moeilijk, hè? Dus je hebt de krimp, zei je al, de brain drain noemen we het. De ontgroening noemen ze dat, ja. Dat is natuurlijk erg jammer, hè, dat de kinderen
noodgedwongen moet dus gaan studeren in die grotere steden. En dan daar ook een partner vinden, daar blijven wonen. Ja. En dan hopelijk als ze kinderen krijgen, dan toch weer gaan wonen in deze regio. Het is denk ik logisch gebeuren. Maar als we dus mogelijkheden hebben om hier opleidingen te bieden, zoals bijvoorbeeld MSD, de laborantenschool, al heeft ontwikkeld. Het stagebureau speelt een belangrijke rol in deze regio kennen, waar we dus eigenlijk de bedrijven leren kennen als studenten. Want ik heb het nog niet zo lang geleden meegemaakt dat twee studenten van de HAS, die woonden in Wanrooi, die zeggen, oh, we wisten helemaal niet dat er dit soort bedrijven hier zaten. Eigenlijk in onze regio kunnen we eigenlijk ook heel erg goed werken. En dat studeren buiten de regio is logisch. Maar als we ervoor kunnen zorgen dat we hier intern ook opleidingen kunnen verzorgen. En we hebben een initiatief vanuit het platform Noordelijke Maasvallei om hier een leerstoel te organiseren. Vanuit de Universiteit van Wageningen. Waar dan de module meat processing, vleesverwerking en pluimveeverwerking hier in de regio gegeven kan worden. Ja, want je bent zelfs de baas over een wel aardig bedrijf, geloof ik, hier in Boxmeer. Nou, ik ben directeur van een bedrijf dat op de aandelenmarkt staat. Dus ik ben geen eigenaar van het bedrijf. Ja, Marel Stork, hè, mag ik het zo noemen? Of het heet anders tegenwoordig? Kan het niet meer bij jou. Het bedrijf heet officieel Marel Stork Poultry Processing. Dus Stork zit er nog in, maar die naam wil men... Ja, maar goed, Stork kent iedereen hier, hè? Dat is een beetje lastig. Ja, zo is het, ja. Ja, ja. Nou, maar jullie hebben dus een enorm groot bedrijf. En jullie zijn enorm afhankelijk ook van mensen met heel veel kennis. Ja. Die heb je nodig. Ja, ja, en wat heb je die dan te bieden om in Boxmeer te komen werken? Want hier wonen, dat wordt lastiger. Nou, het wonen is denk ik hier fantastisch. Ik heb daar geen problemen mee. Hè. Dus nee. Als we de leefbaarheid gewoon hoog houden, dan is dat voor elkaar. Ja. Hè, maar we hebben dus denk ik goede omstandigheden. We kunnen, het bedrijf groeit, dus mensen kunnen makkelijk een carrière bij ons vervolmaken of langdurig blijven werken. Maar wij doen zelf ook heel erg veel aan ontwikkeling van onze mensen. We hebben vanmiddag toevallig, daarom was ik wat later, een talent cloud waarin we dus de jonge mensen die kansrijk zijn in een soort laboratorium zichzelf laten ontwikkelen op het gebied van leiderschap. Ja, en die komen er met de trein naar Boxmeer? Ja, of die komen uit Amerika en uit IJsland. Oké, iets verder dan alleen Nijmegen, ja. Die hebben niet genoeg aan het boemeltje tussen nee. Nijmegen en... Nee. Oké. Okay. Want kijk, als ik een beetje naar de gemiddelde leeftijd kijk hier, dan zegt iedereen inderdaad van ja, het is gewoon lekker wonen hier. Je hebt de ruimte, je hebt de rust, weinig hectiek en zo. Maar de jeugd denkt daar toch anders over. Ja, er is iets te weinig. Kunnen het aan Nienke en Irene vragen die hier zitten, of die straks nog in Gennep en Ledakker wonen. Daarom vind ik het ook zo mooi dat de Young Talent Groep hier wat meer reuring wil creëren. Dat lukt ook aardig, heb ik zo af en toe de indruk als ik de vergaderingen volg. En dat is denk ik belangrijk, dat de jeugd zich hier ook op hun plaats voelt. We kunnen niet alles bieden hier, maar ja, goed, dan kunnen we het hebben over het boemeltreintje wat om 12 uur alweer vertrekt vanuit Nijmegen. Mm-hmm. Misschien kunnen we die trein wat later laten vertrekken. Zodat ze toch hier kunnen wonen en in Nijmegen kunnen stappen. Bijvoorbeeld. Ja, belangrijk ook, hè? Ja. Ja. De Science Battle, om daar mee af te sluiten, is een aantal keer is dat te doen, hè, hier? Dat is drie keer te doen. Drie keer te doen. De eerste keer is... Aanstaande woensdag, op 2 november. Ja. En daarna, andere data weet ik nog niet, Wieke, weet jij dat wel? Maar... Nee, nou, die zijn terug te vinden op de site van de Weijer in ieder geval, hè? Ja. Iedereen kan komen luisteren, het is razend interessant, neem ik aan. Wordt het een beetje in wat ik altijd noem, je hebt in Janneke taal verteld? Ja, ik heb het nog niet meegemaakt, dus ik ga het allemaal beleven. Ga het allemaal meemaken. Ja, dankjewel. Ja, oké. Okay. Nou, fijn dat je kon komen eventjes en heel veel succes met alles. Dankjewel. Heel bedankt. Mart, jij bent een van de vier. Bent uit Oplo, zeg ik dat goed? Zeker. Ja. Of ja, we zijn verspreid over een aantal dorpen, maar positioneren als Oplo. Als Oplo, oké. Okay. Leg even uit wie jullie zijn, de Supersokers. Wij zijn vier beste vrienden. Ja. Die toevallig ook muziek maken. En ook nog elkaar aanvoelen met muziek maken. En we maken gewoon wat we leuk vinden. Ja. Mart, wie zijn de andere drie? Willem, Freek en Tijn. Willem, Freek en Tijn. Ze komen zo deze kant op. Zwaai maar eventjes, jongens. Ja, ze zijn er. Hoe lang spelen jullie al samen?
Samen een jaar. Een jaar pas? Ja, met Freek erbij samen. Ja, oké. Okay. Een andere samenstelling al langer. Juist. Ja, jullie hebben een single uitgebracht? Klopt. Voor, ja, 2 weken terug. Ja. Die heet? Achilleshiel. Achilleshiel. Zit er nog een gedachte achter? Ja, Achilles is zeg maar de legende, de Griekse legende, dat hij een onsterfelijk was, behalve op zijn hiel niet, omdat hij door zijn moeder in de Heilige Zee was gedoopt. Dat is een zwaktepunt. En ik heb best wel last van een scoliose, dus ik heb zeg maar als relativering dat het mijn zwaktepunt is. En ja. Dan uiteindelijk kwam ik er gaandeweg een liedje achter dat iedereen wel iets heeft. Ja, dat ja, is een okay. Beetje het verhaal eigenlijk. Ja, 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 precies. Zichtbaar en onzichtbaar. En dus is het jullie eerste single, denk ik niet, hè? Nee, we hebben al een eerder uitgebracht, maar ja, dit is, ja, dit is de tweede. De tweede, ja, oké. Okay. Even voor ons idee, waar spelen jullie zoal? Wat voor podia? Kleine cafeetjes? Of, ja, we hebben laatst, ben ik best wel trots op in Don Roosje gespeeld in Nijmegen. Ja, dus, nou, dus... Het was wel... ja, de laatste tijd speelde door heel Nederland en dan van kleinere tot... Ik gooi het al zo. En nu in de Leijen. Ja. Helemaal in Boxmeer. Helemaal in Boxmeer. En wanneer is Paradiso? Januari. Ja? Staat het in de planning? Dat staat er nog niet, maar nog niet in de planning, maar ze moeten gewoon wel even bellen om op te boeken. Die zitten ze wel in de zaal van ja, Paradiso. Ja, je weet het niet. Of kijken ze straks op televisie. Ja. In de informatie die ik van jullie vond, want ik moet eerlijk bekennen, ik ben geen muziekkenner. Mm-hmm. Daar stond geïnspireerd door zeelucht, bier en vrouwen. Dat moet je even uitleggen. Ja, dat is wel best wel gedateerd. Ja, dat zou zo kunnen, maar je mag hem toch uitleggen. Oh, helaas. Maar ja, in het begin was het idee om een beetje strandrock te maken, want het klonk best wel zomers of zo. Vandaar dus bier, zeelucht en vrouwen. Ja. Allemaal op het strand, ja. Ja, ja, precies. Dat is gewoon een combinatie. Maar dan noem je strandrock, maar ik heb gevonden dat jullie garagepop maken. Ja, ja, het wordt van alles genoemd, maar... uiteindelijk maken we gewoon wat goed voelt. Wat goed voelt. En ja. Wat voelt goed? Als je het zelf moet omschrijven? Ja, in ieder geval iets met veel energie. En de laatste tijd zijn we best veel bezig met wereldmuziek een beetje te importeren. Oké, okay, dat klinkt duur. Ja. Ja. De nummers van jullie, schrijf je die zelf of schrijft een van jou? Ja, we schrijven, Freek en ik schrijven een beetje meestal de basis en dan werken we het samen uit. Ja, en dat gebeurt lekker in de garage met... In de kelder van... Wil. In de kelder. Ja, goed geluid dichtgemaakt, dat uploaden geen last van heeft. Ja, het is dus het Sint-Antonis. En het is okay. Denk ik best goed geluid dichtgemaakt, want het is midden in het centrum van Sint-Antonis. Ja. Dus als er geen buren klagen, dan applausje voor de isolatie, mensen. Ja, ik heb nog niet wat gehoord. Ja, ja. Ja. We hebben nog niet afgesproken wat jullie gaan spelen. Ga je één of twee nummers spelen? Wil je binnen 1 of 2 minuten zaal leeg hebben? Wat is de bedoeling? Ja, ja, ik waarschuw jullie. Ik heb ze gehoord. Het is fantastische muziek. Maar ik, voor de mensen die er zitten, ik ben benieuwd hoe die gaan reageren. Ik vind het hartstikke leuk. Ik ben ook benieuwd. Ja. Maar mijn moeder zegt altijd gewoon lachen en zwaaien. Dus als jullie dat blijven doen, komt alles goed. Zullen we afspreken 2 nummers? Dat is goed. Dat is goed. Nou, ja. Jongens, kom erbij. Heel veel succes. Ik ga vanaf deze plek het Nieuwscafé vast afsluiten. Volgende maand zijn we er weer met nieuwe gasten, een nieuwe columnist en ik hoop ook nieuwe muziek. Geniet van het weekend. Voor wie niks te doen heeft, 15 november naar de columnistenavond. En zondag naar Houten om naar de wedstrijd van Flamingo's tegen Taurus te kijken. Ik wens jullie een prettig weekend. Tot de volgende keer. Als jullie niet meer spreek, fijn weekend. This ain't a fairy tale, no fable, single legend. Man, my mortal weakness is just like agony's hell. A weak spot of color, figure it away. Weak spot of color, literally.
It looks like phantom man when I try to stand straight. It is a victimless crime like prostitution that I see in his face. Face by the color, figuratively. Weak spinal column, literally. Bottom line, I don't know what to complain. What is thoughts in my mind? Better break that chain. Weak spinal column, figure it out. Weak spinal column, literally. Hartelijk bedankt. Ik durf bijna niet te zeggen, maar dat valt nog mee. Het volgende nummer is hoe wat net heel chic klonk met die wereldmuziek invloeden. Ik ga nu even laten horen. En het nummer heet Inside the Box Thinker. Want ik ben het beu dat de laatste tijd de term Outside the Box Thinker zoveel gebruikt wordt dat die niks meer waard is. Used to that you would go. A boy, I'm crying out loud. For the first time in years, I was on the playground. I was on the playground. On the playground. I was on the playground. Girl, on the playground. And I stepped on a crack, you said that you were down. Boy, I think I've been around. For the first time in years, I was on the playground. Oh, but when I stepped on a crack, you said that you were down. Boy, I think you were around. For the first time in years, I was on the playground. I was on the playground. Impression that I made. I think there wasn't something I could say. I told
told you this, I told you this already. There's something I could let you own this. I'm sorry for these passions that I made. I'm feeling weak, there's nothing I could. No, I told you so, I told you so much. There's nothing left, there's nothing left. Hey, bedankt, fijn weekend. Als ik geweten dat het zo warm was, zou ik geen trui aangetrokken.